Ik denk dat iedereen in die tijd wel verwachtingen had over wat het internet zou kunnen betekenen. En als wij nou zorgen dat iedereen met iedereen kan communiceren in de wereld, en dat die mogelijkheid zien we met internet, dan moeten we toch oorlog kunnen voorkomen. ARPANET was nog geen internet, het was gewoon een netwerk. En men wilde graag een internetwerk hebben, omdat men zag dat niet alleen het telefoonnetwerk, maar ook een satellietnetwerk en packet radio netwerk gebruikt zouden gaan worden. En men wilde over al die netwerken met elkaar kunnen praten en dus bestond er de behoefte aan een internetwerk. Als ik terugkijk naar de begintijd, dan het meest opvallende is dat de groep waar ik mee te maken had, die was echt van mening, hier zit iets fantastisch aan te komen. Tegelijkertijd waren er belangrijke partijen zoals PTT's die nog helemaal niet konden voorzien wat er zou gaan gebeuren. Ik weet nog heel goed dat Keith Goff, dat het Andy Tenenbaum was, die kwam en zei, wat gaan jullie, je weet niet waar je aan begint. Want die had dus al in Amerika de stukjes van ARPANET meegemaakt. Je weet niet wat er aan begint, een grote ellende, één gedoe. En die waarschuwde eigenlijk min of meer ik zou het niet doen. Maar als je toch bezig bent, kan je mij meteen aansluiten. Dus dat. Eind jaren 70 op de VU. Leer eerst de stem met Unix omgaan. In Unix zitten de protocollen die nodig zijn voor connectiviteit. En dat kreeg je gewoon als student mee. Dus zo kun je mail sturen, zo kun je berichten sturen. Dus de behoefte om uit te wisselen, de behoefte om dingen te formateren, de behoefte om. Ja, dat was er. En zo gauw je daar middelen voor kreeg, hoe primitief ze ook waren, ja, dat gebruikten we. Dus voor mij was het een zelfsprekendheid, zeg maar, dat je dat informatie kon uitwisselen. En toen ik in 81 bij psychologie ging werken, hadden we 13 scholen die verbonden waren met het centraal apparaat. Dus ja, het netwerken, informatie uitwisselen, dat was daar een inherent deel van. Ik had daar ook contact met andere scholen of groepen van scholen die met vergelijkbare initiatieven bezig waren van hoe kunnen we scholieren ondersteunen. En in een van die bijeenkomsten zat IBM, want ja, die pc's kostten toen ook 20.000 gulden per stuk. En de discussie was ook, hoe gaan we dit inrichten? En IBM zat erbij. De IBM zei, nou ja, ik weet niet waarom jullie dat willen. Die minicomputers, dat is voldoende. Die pc's, dat waait wel over. Dat hebben ze ook echt letterlijk gezegd. Dus ja, dit was gewoon een hele opmerkelijke periode. Het internet is bottom-up ontstaan. Mensen op de werkvloer, die vonden het handig. En zoals het eerste e-mailtje was gewoon door techneuten. Die vonden het leuk om elkaar iets te sturen. En waar de grote mensen, de directeuren aandachten van IBM bijvoorbeeld, die hadden maar één idee. We willen remote job entry hebben en file transfer. Dat is voldoende om computers met elkaar te laten praten. En totaal niet door dat je op die manier communicatie tussen mensen mogelijk maakt. Enelnet was de eerste internet service provider. Connectiviteitsservice provider, laten we daarmee beginnen. Want het was in eerste instantie UCP, daarna is het TCP/IP geworden, dus het overgang van protocollen, dat is naadloos gegaan. Infrastructuur hadden we, we gingen wel uit van het model van organisaties, dus organisaties konden een contract tekenen. De individuele professionals, die kwamen iets later, op het moment dat HCC, Access for All, die bedrijven, Digitale Stad, dat waren initiatieven die daarna volgden. Dit wilden we. Het was, die connectiviteit die wilden we graag hebben. Dus hoe krijg je dit voor elkaar? Ja, en er waren hobbels. Het was heel veel reizen, het was heel veel discussie. Het was, hoe doen we dit? En het was, ja, het was pionieren. En ik denk dat wij het niet eens zagen als pionieren. Het was van, oh, dit is een optie. Willen we dit niet? Gaat dit werken? Gaat dit niet werken? Kan dit technologisch? Dat was ook de reactie van de staatssecretaris, de PTT, toen we dus .nl kregen. Piet deed de naam, ik deed de nummers. En toen kregen de delegaten van .nl. Het hadden ze iets van, ja, wat moet je daar nou mee als een research instituut? Dus toen
heb ik gezegd tegen van misschien moet de overheid hier iets doen. En die hebben toen geroepen van ja, nee, academische experiment. We krijgen X500, dat is stukken beter en dat gaat het helemaal worden. Internationaal gestandardiseerd, ik bedoel, ga je ergens anders spelen. Dat was in de mid-80e jaren. En toen was het ook zo dat overheden zich er ook al mee bezig hielden, Europees wijd, maar ook wereldwijd, ook in de Verenigde Staten. En daar was een heel systeem voor bedacht, waarbij een hele groep werkgroepen, die allemaal met elkaar in verbinding stonden, maar die dan de specificaties bepaalden van hoe dat netwerk eruit moest zien. Dat heet het OSI-model. Daarmee gewapend zijn we toen Surfnet begonnen. Dat moesten wij gaan proberen in Nederland te realiseren. En dat was in 1988 dat we ermee begonnen. En eigenlijk vanaf het begin af aan werd het moeilijk. Want er waren een aantal informatici verspreid over de Nederlandse universiteiten. Die hadden al wat anders bedacht. En dat was uit Amerika overkomen waaien. En dat ging het internet heten. Het was nooit de bedoeling geweest dat het over zou komen waaien. Ook de Amerikaanse overheid had die gedachte niet. En in Europa, de Europese Unie en de overheid al zeker niet. En wij waren dus druk bezig om het officiële lijn te volgen. En toen kwam dus daar doorheen dat verhaal van die informatici en dat internet. Dat was in 1988 dat ik daar echt voor de eerste keer hard mee in aanraking kwam. En toen ben ik vrij snel bekeerd daarna. En toen zijn wij overgegaan op het propageren van het internet, het uitrollen van het internet. En dat heb ik toen de eerste stappen toen nog samen met wat toen NLNet heette. Ted Lindgeen en Francis Brazier, dat waren twee mensen waarmee ik die gesprekken voerde. Om die universiteit ook die draai te laten maken. Ik zei altijd van, ik begon daarmee van, dit is een verandering vergelijkbaar met de boeterkunst. Voor de boeterkunst was het zo dat monniken boeken moesten overschrijven en het was heel moeilijk om een boek goed te verspreiden. Na de boeterkunst kon dat veranderen en dat heeft de samenleving veranderd. Het computernetwerk, het internet, gaf voor mij eenzelfde verandering. Het feit dat je een e-mailtje kan sturen is een ongelofelijke versnelling ten opzichte van het schrijven van een brief. Een tweede verandering was het wat wij toen hadden, dat heette het Usenet Nieuws. Daar kon je een artikel op publiceren. Binnen een paar uur was dat wereldwijd verspreid. Het gevolg was dat je dus dezelfde dag of de volgende dag kreeg je commentaar erop en kon je het verwerken. Het verschil tussen vroeger een producent en een consument werd enorm verkleind. Iedere consument kon in één keer producent worden van geschriften. Later, toen ook beeld werd toegevoegd, ook video. Consument, wat vroeger alleen een consument was, kon in één keer producent worden. En ik zag in die tijd, zag ik dat voor me, dat ja, een wereldschok zou betekenen, dat het de wereld ging veranderen. Het enige wat ik nooit begrepen heb, nog steeds niet begrijp, is waarom het zo lang geduurd heeft. Toen het World Wide Web doorbrak in 1994, toen was het nog niet direct bij het grote publiek bekend. Maar wat in Nederland heel erg daarbij geholpen heeft, is de digitale stad. En ik heb hier nog een krantje wat ooit uitgegeven is door de digitale stad. En de digitale stad die doorbrak dat academisch monopolie, zal ik maar zeggen. Natuurlijk had je ook Access for All die tegelijkertijd opkwam, die ook probeerde de burgerbevolking toegang te geven tot het internet. Maar ik denk dat met name de digitale stad daarbij een enorme hefboom is geweest, omdat die burgers niet alleen toegang gaven, maar ook de tools gaven om zelf dingen te ontwikkelen, om zelf applicaties te verzinnen, om zelf toepassingen neer te zetten en om te exploreren hoe je met elkaar kon omgaan door middel van games, door middel van chatforums, door middel van kunst online en dergelijke. Dat experimentele platform, wat de digitale stad was, dat heeft echt enorm veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het internet, zeker in Nederland. Het internet is voortgekomen uit het ARPANET-netwerk. Er werd wereldwijd samengewerkt in allerlei verbanden, researchprojecten, standaardisatieorganen, om die datacommunicatie-infrastructuur te ontwerpen en te maken. De praktijk is wat anders gelopen. Het ARPANET is op een gegeven moment beschikbaar gesteld voor een breder publiek en toen werd het eigenlijk het internet gemaakt. En dat heeft uiteindelijk een wereldwijde infrastructuur opgeleverd.
Maar het tragische is dat het oorspronkelijke ontwerp daar helemaal nooit voor bedoeld was. En we nog steeds tegen die tekortkomingen aan het lopen zijn. Surfnet, wij zorgden ervoor dat de universiteiten bediend worden. We hadden een groot aantal studenten die we daarmee konden bereiken. We deden dat met redelijk bescheiden middelen. We zagen dat zich dat op een bepaalde vrij lineaire manier ontwikkelde. Er zaten niet rare sprongen in. En net in die tijd was ook World Online. Dat begon allemaal te spelen. En dat was een club die had ongeveer net zoveel particuliere gebruikers als wij studenten aan de praat hadden. Die hadden ongeveer dezelfde hoeveelheid medewerkers als wij in de wereld hadden. Die hadden ongeveer dezelfde omzet die wij hadden. Daar zagen we in één keer dat er iets geks begon te gebeuren. Want wij hadden een aandelenkapitaal van 3 miljoen gulden was het toen nog. En we zagen in één keer World Online, die hadden... Dat ging van miljoenen naar miljarden, naar tientallen miljarden aan veronderstelde beurswaarde. Dat konden we helemaal niet snappen. Dat bleek ook een bubbel. Maar het was in die tijd dat wij dus ook, dan ging ik de boer op bij de universiteiten. En dan was altijd de vraag, wat verschillen jullie dan met World Online? Nou, dan zei, daar zit het geld en hier zit de kennis. Dat was het enige verschil. Nou ja, op een gegeven moment was World Online dat het hele zaakje ontplofte en toen ging het weer normaal verder. Alleen, diezelfde expansie die is toch wel later echt wel weer gekomen. Er is een enorm gemak bijgekomen. Er is een enorme toegang tot informatie bijgekomen. Dit heeft geleid tot veel meer transparantie. Het is denk ik nu voor politici onmogelijk om nog iets te verbergen. Je ziet nog steeds pogingen van politici die proberen dingen te verbergen. Maar in dit tijdperk is dat eigenlijk niet meer mogelijk. Transparantie is door internet enorm toegenomen. Ik denk dat als je dan naar de mijlpalen kijkt, dan is het doorbraak van het World Wide Web is natuurlijk een enorm mijlpaal daarin geweest. En met name de grafische interface die toen de tijd daarop is gezet, dat is een enorme doorbraak geweest. Waardoor het van de academische wereld met een interface die alleen maar uit ASCII-karakters, uit lettertjes bestond, naar een grafische interface ging, waardoor opeens toegankelijker werd voor een veel groter publiek. Ik noem het internet ook wel een schitterend ongeluk. Het internet zoals wij het nu kennen is eigenlijk spontaan opgeborreld. En het is geworden tot een onmisbare infrastructuur. Maar we zijn eigenlijk vergeten om met het ingewikkelder en massaler worden van het gebruik om die architectuur op tijd aan te passen aan die behoeften. Cookies, nou als je me dat toen het hij gezegd dat die zouden bestaan, had ik gewoon gezegd dat gaat echt niet gebeuren. Nou, het gebeurt. WWW-protocol, in onze beleving niks nieuws. Het is wel iets nieuws, maar het is wel tegelijkertijd gekomen met multimediale toepassingen. Want ja, die waren er toen ook, die technologie was er toen ook nog niet. Dus er werd gewoon steeds meer bandbreedte gevraagd. En ja, het werd klikbaar. Dus ja, klikbaar maakt het ook toegankelijk voor veel meer mensen. Ik heb me ook wel eens een beetje een tovenaarse leerling gevoeld. Dat de krachten die we er toen ontketend hebben, dat die later niet goed meer onder controle te krijgen zijn. En dat is wat we nu toch wel een beetje zien, of een beetje veel. Big Tech en de datarovers op deze wereld die dus in feite de controle hebben gekregen over de data, waar toen helemaal geen sprake was. We hielden ons bezig met infrastructuur. Het aan elkaar koppelen van computers, met elkaar kunnen laten praten, dat is een heel ander verhaal dan wanneer je controle gaat uitoefenen via sociale media op talloze levens. Dat is een heel ander verhaal. Het internet is nu zo op een andere manier gefragmenteerd. Ik dacht, communicatie, dat verbindt de wereld, maar het wordt dusdanig gefragmenteerd door Facebook bijvoorbeeld, waardoor mensen alleen maar die informatie krijgen die ze leuk vinden. Dus onderverdelingen in het internet, en dat vind ik gevaarlijk. Dat men afgesloten wordt van de algemene informatie en alleen maar die informatie krijgt die je wil hebben. En dat is iets wat ik niet had voorzien. Je weet het niet van tevoren. Je weet dat je, tenminste moet je er bewust van zijn dat je weet dat je het niet weet. Dus het known unknowns. En ook unknown unknowns er zijn. Die known unknowns, daar kun je redelijk mee dealen. Maar het zijn die unknown unknowns. Ik heb echt geen idee wat er morgen bedacht gaat worden. We gaan hier drones voorbij met pakketjes. Nou,
dat is een known unknown, dat ik weet dat er drones zijn en ik weet dat ze gekke dingen kunnen gaan doen. Maar wat gaat er morgen bedacht worden? We kunnen wel degelijk naast het bestaande internet aan een beter internet gaan werken. Ik pleit er helemaal niet voor om het internet te vervangen. Dat is gewoon onmogelijk. Maar ik pleit er ook niet voor om alleen met het bestaande internet door te gaan. Ik denk dat we wel degelijk voor een aantal toepassingen, bijvoorbeeld real-time toepassingen, een beter internet kunnen maken en ook geleidelijk gaan invoeren. Het is dus het idee dat op het ogenblik zo'n 55% van de wereldbevolking op toegang tot internet heeft en 45% dus niet. Mijn streven is wel om te zorgen dat te helpen dat die andere 45% ook toegang krijgt. Het zou heel mooi zijn als je in deze tijd nog een digitale stad had om als tegenwicht tegen een Facebook en een Google en dergelijke. Alleen, dat werkt alleen maar als het niet commercieel is. Zodra het commercieel is, dan word je toch weer gedreven door winst en weet ik het allemaal. En dan wordt die vrijheid van de gebruikers onder druk gezet. Dus het moet dan van de gebruikers eigenlijk zijn. Dus of van de overheid of van de gebruikers zijn. En de overheid heeft op een gegeven moment ook wel begrijpelijk zijn handen hiervan afgetrokken qua subsidies. En toen is alles natuurlijk redelijk snel ingestort, want er zat geen echt businessmodel achter. Maar soms heb je dingen nodig waar geen businessmodel achter zit om creativiteit en opportunisme te kunnen stimuleren wat inderdaad tegen die grote platforms ingaat.